Wat spookt deze man uit rond ons huis, zo midden in de nacht? Hij is op zoek naar vleermuizen. Ja, echt waar. Een paar weken geleden ontvingen we het rapport van het bedrijf dat moet beoordelen wat er allemaal moet gebeuren om de beestjes die in en om ons huis leven te beschermen als het gesloopt wordt. Uit het uitgebreide rapport blijkt dat er wellicht huismussen hier kunnen nestelen en vleermuizen. Even zomaar een citaatje uit het rapport. Nestplaatsen van de grieswaluw worden eveneens niet binnen de onderzoekslocatie verwacht. Voor de grieswaluw geldt dat de woning geen geschikte invliegmogelijkheden naar nestlocaties in de woning bevat. Bovendien heeft de grieswaluw een valhoogte van circa 3 meter nodig om goed in en uit de nestlocatie te kunnen vliegen. Daar de woning lager is en geen afdoende valhoogte kan bieden, is de woning ongeschikt voor nestlocaties voor de grieswaluw. In tegenstelling tot bovengenoemde soorten kan de nestlocatie van de huismus niet worden uitgesloten. Onder de onderste rij dakpannen zijn veel toegangsmogelijkheden naar kleine ruimtes die potentie hebben als nestlocatie voor huismussen. Zie figuur 5.1. Dat was dus nog maar de quickscan, hè? De 28 pagina's dik. Dus dan weten we nog niet de resultaten van het onderzoek van de vleermuizenman. En wat er nog gaat gebeuren eventueel met huismussenonderzoek, steenmarteronderzoek, et cetera. Dus wij wachten af hoe het zich verder gaat ontwikkelen allemaal. En ondertussen woeden de eerste herfststormen alweer om ons huis. Minusvaldo!